zijn eigenlijk hele diverse dingen. Ik ben heel erg geïnspireerd door Japan, door de houtbewerking daar. Dus die stroming zie je heel erg terug. En eigenlijk zijn het altijd dingen die ik op dat moment gewoon graag wil maken. En de persoon die ik op dat moment ben, zijn eigenlijk weerspiegelingen van mezelf, zeg ik altijd maar. Ik ben nu bijvoorbeeld met een kas bezig, dat is een heel groot project, daar gebeurt heel veel in. Dat is ook een periode in mijn leven geweest dat ik met heel veel dingen bezig was, heel veel persoonlijke groei. En dan ga ik ook vaak ingewikkeldere dingen maken, omdat ik dan ook zelf wat meer in mijn hoofd zit. Dus dan komen er vaak wat bombastischere producten uit. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een kruk en dat is meer een heel strak, rustig ontwerp. Dat was weer in een periode dat ik gewoon... dat alles een beetje op rolletjes liep en dat ik niet zo zoekende was naar wat en wie ik ben en wat ik doe. Dus het is eigenlijk altijd een beetje weerspiegeling van wie ik ben. Meestal begint het gewoon bij een schets. Meestal ga ik gewoon... ik vind het gewoon heel fijn om lekker te tekenen, lekker bezig te zijn. En soms dan heb ik iets gezien en dan ga ik een beetje schetsen. En dan komt er uit een schets komt er een iets definitiever ontwerp of een vorm. En dan ga ik weer in die vorm verder. En dan ga ik... we zijn nu in mijn werkplaats. Dan ga ik dan 3D-schetjes maken. Dus van karton ga ik dingen knutselen. En dat karton wordt uiteindelijk dan weer vervaardigd in hout. En dan, het loopt eigenlijk heel organisch in elkaar over. Maar het is wel een heel natuurlijk proces. Dus het gaat van schets naar klein ontwerpje, naar dingetje, naar groter ontwerp. En dan vaak is het grotere ontwerp nog lang niet wat het moet zijn. En dan soms staat het een paar maanden achter in de hoek van mijn atelier. En dan denk ik, wat moet ik daarmee? Ga ik daar nog iets mee doen? En dan ineens, dan lig ik te slapen. Dan word ik om middernacht 3 uur wakker. En dan denk ik, daar is het. Ik moet gewoon, daar moet een stukje af, daar moet een stukje af. En dan ga ik de volgende dag heel vroeg naar mijn atelier. En dan doe ik het en denk ik, ja, dit is het. Dus het is... het loopt allemaal heel natuurlijk eigenlijk. Voor mijn gevoel in ieder geval. Hier zie je een eerste schets van de kast die ik nu aan het maken ben, de Japanse kast. En dan ga ik meestal zo, eerst met balsahout heet dat, dat is een heel zachte houtsoort, ga ik kleine modelletjes maken. Nou, er komt dan een grotere driehoek uit en daar komt dan weer een materiaal uit. En dan ga ik van dat materiaal ga ik weer door naar het andere materiaal en dan ga ik weer met papieren testen. En zo van dit komt dan deze grote unit uit. Dit is nu zover dat ik ben. Dit is de achterkant van de kast. Ik ben gewoon heel erg gegrepen door houtbewerking en door vroeger ook al. Ik hou heel erg van de natuur, van de bomen. Ik weet niet, het heeft mij gewoon aangegrepen. En in mijn familie, mijn opa, die noemt zichzelf kunstenmaker, maar dat is gewoon... vind ik een hele goede kunstenaar, die maakt ook houten beelden. Dus misschien dat daar ook wel een deel inspiratie vandaan is gekomen. Mijn andere opa die zat in de architectuur. Dus, en daar ben ik ook heel erg door gefascineerd. Dus het zijn allemaal wel, denk ik, logische verklaringen waarom ik dit dan misschien leuk ben gaan vinden. Maar het heeft mij gewoon als jong manneke heeft het mij al gegrepen en ik heb het eigenlijk nooit meer losgelaten. Heel bewust nadenken over wat je maakt, met welke materialen je het maakt, hoe je het maakt en eigenlijk vooral wat ik bij ieder product probeer te doen. Als eerste kijk ik naar, vind ik het zelf mooi en leuk om te maken, maar de tweede vraag die ik mezelf stel is, heeft deze wereld, heeft deze maatschappij iets aan dit product? Want ik wil zeker niet bijdragen aan global waste en dat alles, dat ik een product maak wat overal op de wereld staat, maar waar niemand echt iets mee doet of heeft. En dat het gewoon maar weer meedoet aan die waste. Ik wil gewoon graag een product maken waar mensen echt blij mee zijn. En als ze denken, wauw, dit is een mooi ding, heb ik gekocht en daar zit echt passie en liefde in. En waar ze eigenlijk iedere dag als ze in de woonkamer komen, dat ze denken, dat vind ik echt leuk en mooi. En niet gewoon een wegwerpproduct wat ze even snel kopen en wat dan volgens weer... Ja,
een jaar later ergens in de schuur staat en met een laag stof eroverheen. Vind ik jammer. Dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken, dat er eigenlijk niks mooier is dan dat. En ja, dat ik het gewoon mooi vind dat je gewoon, als je maar gewoon echt je gevoel en je hart volgt, dat het altijd wel op pootje terechtkomt. Want ik heb natuurlijk ook op mijn jongere jaren gewoon gezegd van ik ga dit doen en ik ga hiervoor. Sprong in het diepe. En nou ben ik al een aantal jaar bezig en het loopt gewoon super. En ja, het is gewoon super fijn en leuk dat je gewoon, als je echt je hart volgt, dat het altijd wel goed komt. Dus ja, daar ben ik heel, heel blij mee en ook heel trots op.